Oh, goed u te zien. Van harte welkom in het Groene Harthuis in Bodegraven. Er is hier weer een nieuwe expositie met werken van 4 kunstenaars. En dat is Judith van Heel, Kobi Schoneveld, Harmen Kooistra en Barry van Schier. Ik ga met ze in gesprek, maar ik vertel eerst iets meer over ze. Barry van Schier. Barry woont in Nieuwerbrug aan de Rijn en maakt met de hand genaaide collages van gebruikt textiel. Op jonge leeftijd creëerde ze al haar eigen textielwerkjes. Dit deed ze in de nabijheid van haar moeder als ze achter de naaimachine zat om kleding te maken. Barry is opgeleid als architect, studeerde bouwkunde aan de TU Delft. Ze heeft voor verschillende architectenbureaus gewerkt en ook een eigen bureau gehad. Na het volgen van een aantal workshops bij de Engelse textielkunstenares Janet Bolton opende voor haar een wereld van textiele vormgeving. Hoe haar creaties tot stand komen, gaan we zo van haar horen. Barry, jij maakt textielkunst en hier staan we voor een aantal werken van jou. Wat kun je hierover vertellen? Ja, ik heb dit werk gemaakt en ik begin eigenlijk gewoon met de stof zelf. Ja. Ik maak geen ontwerp. Ik zoek meestal stoffen bij elkaar op kleur. Ik begin in deze abstracte werken bijvoorbeeld eerst wat van die kleinere stukjes aan elkaar te naaien. En dan heb ik daar een hele verzameling van. En dan zie ik uiteindelijk in de loop van de tijd wat bij elkaar past. En dus het ligt zeg maar op een tafel of zo. Je hebt dingetjes uitgeknipt, gedaan en dan ga je composities maken. Ja. En terwijl ik bezig ben zoek ik soms naar een andere kleur of ik zoek dingen erbij. En in dit geval ben ik begonnen met dus die eigenlijk een soort kleine conglomeraatjes aan lapjes. Die heb ik opgenomen in een wat grotere lichte achtergrond die ik ook uit 2 verschillende kleuren heb gemaakt. En zo ga ik stap voor stap verder en werk het eigenlijk steeds meer op. Voor contrast heb ik hier die donkerblauwe delen erbij gezocht. En helemaal aan het eind heb ik alle onderdelen weer verbonden door middel van die lijnen. En die lijnen, doe je dat dan met de hand of doe je dat machinaal? Ja, nee, die lijnen die heb ik met de hand opgenaaid. Dat zijn eigenlijk draden van een iets dikker garen. En die naai ik dan op het werk met een wat dunner garen. En daar zie je ook eigenlijk hele kleine puntjes van. Soms doe ik er 2 naast elkaar. En heb ik hier die slingers erin gemaakt. En uiteindelijk door knoopjes te borduren ook nog die punten toegevoegd. Maar ik loop altijd wel met een idee. Ja. En zeker eigenlijk als ik naar zo'n expositie toe heb gewerkt, zoals nu. Dan op een gegeven moment staat er weer een beetje ruimte in mijn hoofd. En dan merk ik van, er komt weer van alles binnen. Leuk. Ja. Nou, ik wens je daar in ieder geval heel veel succes mee. Dankjewel. Kobi Schoneveld. Kobi heeft haar atelier en beeldentuin in Nieuwekerk aan de IJssel. Stoeien met de steen, creatief bezig zijn, onder andere boetseren, was naast haar werk in de sociale sector één van haar hobby's. Een vakantie in Toscane in 2001 was de ommekeer in haar creativiteit. In Pietra Santa, het centrum voor hedendaagse beeldhouwers uit de gehele wereld, kwam ze in aanraking met het werken met marmer uit de nabijgelegen marmergroeven van Carrara. Na haar pensionering kreeg zij meer tijd zich verder te ontwikkelen in de technieken van de beeldhouwkunst en van haar hobby haar werk te maken. Voor Kobi is in ieder beeld een uitdaging en zoektocht naar nieuwe mogelijkheden en beperkingen. Ik ben benieuwd of zij in deze expositie ook werk laat zien wat ze in Italië gemaakt heeft. Kobi, we staan hier bij een beeld van jou en dat is gemaakt in Italië. Ja, dat klopt. In Pietra Santa. Pietra Santa. Ja. Daar ga je 1-2 maanden per jaar heen. Ja. En dan probeer ik mooie beelden te maken. Ja. En van tevoren bereid ik me voor. Ja. Ik maak een klein model en dat neem ik mee naar Italië. En dan ga ik een steen zoeken. Kijk ik hoe groot ik het beeld wil maken. En daar zoek ik een steen bij. En dan ga ik aan de slag.
Maar is het dan ook zo, want dit is dan marmer uit die groeven? Ja, uit Carrara. Hak je dan zelf dat eruit, uit zo'n groeven? Nee. Die stenen die liggen al bij de studio in de tuin. Die hebben ze een voorraad liggen. En daar kan ik dus een beetje zoeken wat ik mooi vind en welke steen ik mooi vind. En dan ga ik aan de slag. Ja, dus inderdaad met het idee in je hoofd wat je al gemaakt hebt, uitgewerkt, ga je aan de gang. Ja, en dan kijk ik hoe groot de steen moet worden. En deze steen was ongeveer 100 kilo. 100 kilo? Dat is zwaar. Want hoeveel weegt dit beeld nu? Ik denk zo rond de 30. Zo! Dus je gaat 70 kilo gewoon wegslaan. Jeetje! En ik kan het ook niet tillen, die 100 kilo. Dus ze hebben daar allerlei materialen om het op te hijsen en het op je bok te zetten. En dan ga je aan de slag. En dan begin je met zagen, met een grote zaag. En dan ga je de ruimtes eromheen die je niet meer nodig hebt wegzagen. En ook met de bijtel en de hamer wegtikken. En zagen is gewoon machinaal, neem ik aan. Machinaal. Ja. En hakken is ook machinaal. Er is een pneumatische hamer. Die is aangesloten op lucht. En dus heel veel dingen worden daar machinaal gedaan. Ja. En dat heb ik daar dus ook geleerd. Oké, want inderdaad, die apparatuur heb je thuis, zeg maar, in je eigen galerie, atelier, heb je niet? Ja, nu wel. Oh, nu heb je dat ook? Ja, ik heb dat ook nu thuis. Ja. Oké. Maar ik heb het daar wel geleerd, voordat ik het ook thuis kon doen. Ja. Ja. En hoe lang doe je uiteindelijk dan om dit daar te maken? Dit beeld heb ik ongeveer 4 weken aangewerkt in Italië. Ja. En toen was het nog niet helemaal klaar. Wel de grote lijnen, maar het echte schuurwerk, het polijsten, dat moest nog gebeuren. Oké. En dan laat ik het een poosje staan thuis. Kijk ik er af en toe naar en dan zie ik weer dingen en denk van, oh, dat is nog niet zo mooi. Ja. Daar moet nog wat aan gebeuren. Oké, en dan werk ik het bij. Ja, dan werk ik het bij. En uiteindelijk maak je het gewoon af in Nederland. Ja. En vervolgens ben je met je hoofd alweer eigenlijk in Italië om te denken van, wat ga ik nu weer maken? Ja, ja, zit ja, zo. Ja. Okay. Ja, en ik vind het ook mooi, het heet de golfslag. Hè? Ik ben geïnspireerd door de kracht van de golven en de wind en de zee. Ja. Dus dat is eigenlijk de inspiratie van dit beeld. Ja, en dat komt inderdaad ook wel heel mooi uit. Ja. Nou, ik wens je volgend jaar alvast een hele goede tijd weer toe. En hopelijk komt er weer heel iets moois uit. Ja, dat hoop ik ook. Ja. Oké, dank je wel. Dank je. Harmen Kooistra. Het is een zegen schilder te mogen zijn en als schilder vrijheid te mogen werken. Dit thema draagt Harmen, woonachtig in Bodegraven, al 47 jaar met zich mee. In alle vrijheid buiten tekenen in de vrije natuur, dat heeft hem altijd geboeid. Zijn interesse gaat uit naar het Hollandse landschap. Kunstwerken van Rembrandt, maar ook sterrenstelsels, bloemen en stillevens spreken hem aan. Welk werk hij in deze expositie laat zien, ga ik hem zo vragen. Harmen, je hangt hier met verschillende werken volgens mij. Wat hangt hier zoal? Nou, van alles en nog wat. Het is iets naar Cornelis Jetsens. Ik hou veel van de oude dingen. En landschappen, bloemen, Rembrandt, sterrennevels. En er is zoveel te schilderen en te tekenen dat ik ik ga lekker een gevarieerd aanbod hier neerhangen. Ja, dus het is hier gewoon allemaal te zien. En ik zie jou staan bij iemand. Vertel daar eens meer over. Ja, Rembrandt van Rijn. Al sinds 1976 en eerder ben ik gek van Rembrandt. Ja. Waarom, weet ik niet. Vervolgens ook leuk, maar Rembrandt is mooier. Nee. Dat vind ik gewoon. Ja. En je gaat wat natekenen en het boeit je, vooral het licht en donker in zijn schilderijen en tekeningen. Je kan een schilderij overzetten in pen en inkt. Ja. Je kan ook een ets van Rembrandt in zwart-wit overzetten in kleuren. Ja. En dan maak je eigen kleuren en daar leer je van. Maar vind je dat ook het leukste, van in eigen kleuren het wegzetten? Of zeg je nee, ik hou toch vast aan het vaste stramien van Rembrandt? Het was een stramien, ja. Je probeert dingen van Rembrandt na te schilderen zoals hij het gedaan heeft. Het blijft benaderen en toch is het hartstikke leuk om, als het eenmaal klaar is, om te kijken van nou, dat is echt
Het benadert een beetje Rembrandt, maar ik vind het heerlijk om dat zo over te zetten. Ja. En het blijft die passie, hè, van Rembrandt? Het blijft helemaal mijn passie. Al zoveel boeken, er is zoveel van Rembrandt uitgekomen. Ja. En ik vind het heerlijk om dat na te schilderen en te tekenen. Ja. Dat is mijn passie. Sinds 1985 maak jij al kalenders, hè, over bodegraven. Allemaal tekeningen en dat soort dingen. Ja. 2024 is net verschenen. Ja. En volgens mij is volgend jaar je 40ste niet. 40 jaar heb ik dan, als alles goed gaat, de kalender van bodegraven gemaakt. Wow. En altijd, en dat is even een correctie op wat jij voorgelezen hebt, geen foto's, maar ik ga altijd buiten tekenen. Oh. Want foto's vertekenen heel erg. Ja. En buiten tekenen, dat is dan weer het vroegere of van de 17e eeuw. Dat is het mooiste wat er is. Maar dat betekent dus dat je al meer dan 450 tekeningen hebt gemaakt van bodegraven. Van bodegraven. Ja, en als het me gegeven is, zou ik er nog wel 450 kunnen maken. Ja. Maar die tijd, ik denk niet dat dat gaat redden. Nee. Maar ik vind dit nu al heel mooi. Maar de 40ste gaat er komen. Ja. En ga je daarna nog door? Dat moet ik even kijken. Het is een heerlijke bezigheid. Lekker buiten tekenen. En we zullen zien hoe het verder gaat. Maar de bedoeling is er wel. Oké. Okay. Ja. Dankjewel. Graag gedaan. Judith van Heel. 23 jaar geleden heeft Judith zich als beeldend kunstenares in het Groene Hart gevestigd. In 1986 is ze afgestudeerd aan de Academie voor Beeldende Kunsten in Antwerpen in de richting Monumentale Kunsten. Elke vogel heeft haar schoonheid, zelfs als hij op het eerste gezicht een beetje saai lijkt. Voor haar is een kauw net zo interessant als een Vlaamse gaai of een mus. Door vogels vervolgens in een abstracte omgeving te plaatsen, krijgt het dier een podium. Hoe zij de vogels op het doek zet, ga ik haar zo vragen. Hi Judith, we staan hier bij een schilderij wat jij gemaakt hebt van een meerkoet. Ja. Zou je daar iets meer over kunnen vertellen, hoe je zo'n koet vangt? Ja, het is een meerkoet die bij ons voor het huis vaak zwemt. En ik dacht, het is eigenlijk een heel gewoon vogeltje. Er is eigenlijk niet zo heel veel aan te zien, maar daarom eigenlijk heel interessant om daar iets eigens van te maken. Je geeft aan dat je de meerkoet eerst in schetsvorm maakt. Ja, ik schets eerst en dan zoek ik op het vlak waar ik de meerkoet neerzet. Ik maak een soort kleine compositie van tevoren. En dan begin ik eigenlijk met de vogel. En de vogel leer je eigenlijk kennen door hem te schilderen. Dus je kijkt wat zijn de typische dingen aan zo'n meerkoet. Wat ik eigenlijk nooit geweten had voor ik hem echt ging tekenen, was dat hij zulke enorme voeten heeft, bijvoorbeeld. Dat verwacht je niet. Hij heeft dat nodig om te zwemmen natuurlijk. Het is een zwarte vogel en meestal zie je alleen het zwarte. Maar het mooie is dat als de zon erop schijnt, dat je ook een soort glansje erin krijgt. En dat is hetgene wat mij dan fascineert. Hij heeft een rood oogje, dat denk je ook eigenlijk niet aan in het begin. Dus dat, het snaveltje loopt hier een heel klein beetje af. En zo langzamerhand leer je zo'n diertje eigenlijk beter kennen. Het mooie daarvan is dat je op een andere manier gaat kijken naar vogels. En dat vind ik eigenlijk het allerleukste van deze vogels. Heb je nog speciale vogels op je wensenlijstje staan? Ja, ik neig er nu heel erg naar om hoe langer, hoe meer hele gewone vogels te schilderen. Ik was in het begin veel van de koolmeesjes, de rode borstjes, de musjes. En nu denk ik, ik wil eigenlijk nog gewoner. Een lijster bijvoorbeeld. De vogels waar we eigenlijk die we maar voor gewoon aannemen. En ik denk van, ook daar wil ik het mooie van laten zien. Dat is eigenlijk een beetje mijn plan. Nou. Leuk allemaal om te horen en ik hoop dat je nog veel mooie vogels gaat vastleggen. Dankjewel, dat hoop ik ook. Oké, dankjewel Judith. Dank je. Deze expositie moet u vooral met eigen ogen gaan bekijken. Dat kan tot en met 23 januari hier in het Groene Harthuis. De toegang is overigens gratis. BR6 wenst u mooie dagen toe en alvast een goede jaarwisseling. En ik zie u graag volgend jaar als er weer een nieuwe expositie in het Groene Harthuis is. En we proosten even op jullie expositie. Ja.